Hallo, welkom bij Nico's Recensies. Vandaag ga ik je een product laten zien van een organisatie dat heet OpenTest. En het product heet OpenVid. OpenVid is een stuk software wat je online kunt gebruiken, waarmee je je scherm kunt opnemen en weergeven op video. Wat bijzonder van het product is, is dat het is helemaal gratis. Een tweede ding wat bijzonder is van dit product, ik kan mijn webcam kan ik zodanig combineren met mijn video van mijn scherm, dat ik ergens bijvoorbeeld in een hoekje te zien ben. Ik ga een paar dingen van dit product demonstreren. Wat je nu ziet is een opname van een webpagina en je ziet mij helemaal in het hoekje. Je ziet mij hier in het hoekje. Ik verplaats mij nu naar het hoekje rechtsboven. Ik kan dus doorgaan met het vertellen over waar ik mee bezig ben. Ik kan allerlei dingen op het scherm veranderen. Ik kan inzoomen, uitzoomen. Ik kan mijn verhaal doen. En ondertussen blijf jij mij op het scherm zien. Dat is een van de mogelijkheden van OpenVid. Ik kan dus mijn beeld via de webcam over de video heen leggen. Maar het gaat nog een stuk verder. OpenVid kan ik ook gebruiken in combinatie met software op mijn laptop. In dit geval ben ik bezig met Lightroom. Ik kan dus in Lightroom kan ik nu allerlei zaken demonstreren terwijl de kijker naar mij meekijkt. Dus OpenVid is meer dan alleen maar screen capture in een webbrowser, maar het is gewoon screen capture. En mensen kunnen hier meekijken. En deze software opent een aantal interessante perspectieven. Je kunt het gebruiken om demonstraties te geven van je eigen softwareproduct of van je website of noem het maar op. Maar je kunt er ook geld mee verdienen. Nou, hoe zou je er geld mee kunnen verdienen? Denk bijvoorbeeld aan het meelaten kijken van mensen terwijl je hun website beoordeelt op gebruikersvriendelijkheid. Of wat denk je van mensen die graag spelletjes spelen, de zogenaamde gamers onder ons? Mensen die videoopnames dan gaan maken van het spelletje waar ze mee bezig zijn, het niveau waar ze mee bezig zijn, en mensen vervolgens laten zien hoe zij door dat niveau heen komen. En dan zul je denken, oh, wie gaat daarvoor betalen? Nou, eigenlijk hoeft niemand daarvoor te betalen behalve een adverteerder. Een adverteerder die betaalt om zijn reclame weer te geven op jouw video. En dat kan bijvoorbeeld via YouTube, maar er zijn ook andere video hosting services online die dit voor elkaar kunnen krijgen. Dus als jij ontzettend goed bent in het uitleggen van bepaalde programma's, of je bent ontzettend goed in games, of je wil graag een videoopname maken van een uitleg wat jij wil geven en delen met een bepaalde groep mensen, dan is OpenVid een ontzettend leuk programma voor jou. Nou, er zit een addertje onder het gras. En waarom zeg ik een addertje? Ik ga even terug naar een gewone scherm. En nu voor het addertje onder het gras. Ik noem het addertje onder het gras, omdat dit product gratis is. Nou, we weten allemaal, voor niets gaat de zon op. Dus wat is het commercieel model, wat is het verdienmodel achter dit product? Ik kan video's opnemen, het wordt gehost op deze platform, op de platform van OpenTest. Ik kan de video's downloaden en ik kan ze zelf uploaden naar YouTube of ik kan ze op allerlei manieren kan ik ze gebruiken. Dus waar gaan de makers van dit product geld mee verdienen? Ik weet het niet. Ik snap het niet. Misschien komt dat nog later als ik verder ben met het product. Maar een product waar geen geld tegenover staat, dat gaat alleen maar geld kosten. En als het alleen maar geld gaat kosten, dan is op een gegeven moment iemand die zegt van hallo, mijn portemonnee is op, is leeg en hij trekt stekker eruit. Dus ik heb geen idee hoe lang dit product op de markt zal blijven. Hoe lang dat we hem kunnen blijven gebruiken. Wordt misschien later nog duidelijk, maar voor nu, het is een hartstikke leuk product, biedt leuke mogelijkheden. Ik ben hem aan het gebruiken om een aantal demonstraties in elkaar te zetten die ik op mijn werk gebruik, een aantal zogenaamde tutorials. Dus in dat opzicht biedt het mij een aantal leuke oplossingen. Nou, als jij wil kijken of dit iets voor jou is, dan moet je even op de link klikken hier onder het scherm. Dus in de notities wat bij deze video hoort, zit een linkje. Als je daarop klikt, dan kun jij ook toegang krijgen tot OpenVid van de organisatie OpenTest. Als jij dit ook met anderen deelt, dan kun je op een gegeven moment andere functies
openen, unlocking features, zoals ze dat in het Engels noemen. En dan heb je eigenlijk binnen no time heb je toegang tot alle functionaliteit dat OpenVid jou te bieden heeft. Nou, ik ben ontzettend blij met dit product. Ik gebruik het zolang het nog bestaat. Ik hoop dat het nog heel veel jaren zal bestaan. Ik hoop dat op een gegeven moment ik ook niet verrast word door een of ander raar commercieel model. Ik heb hem nog niet kunnen vinden. Op dit moment is het voor mij volledig gratis. En de video die jij nu van mij ziet, heb ik opgenomen met OpenVid. Dus wil je meer weten? Klik op het linkje hier beneden en veel plezier ermee. Tot ziens!